Yes guys, Paul hier en welkom weer bij een gloednieuwe video voor je. En deze video gaat eigenlijk over de voordelen van je thuis verlaten. Ik zit momenteel in Bali voor 2 maanden. Ik reis eigenlijk al meerdere jaren de wereld rond en ik ga je precies vertellen hoe ik dat doe. En hoe jij dit ook voor jezelf kan doen en wat voor voordelen het heeft om je thuis en je plek waar je woont bij je ouders te verlaten. Oké, laten we er gelijk induiken. Onafhankelijkheid. Onderdeel van een man worden is creatie, dus dingen maken. Maak eigenlijk een leven voor jezelf. Afhankelijk zijn van jezelf en alleen van jezelf, dus niet van je ouders. Als je in je eigen huis woont, heb je ook je eigen regels. Hierdoor kan je dus meer verantwoordelijkheid nemen. Het maakt het leven wel moeilijker, dus je hebt bijvoorbeeld huur die je dagelijks, maandelijks moet betalen, eten die je dagelijks moet betalen. Op het moment dat je wacht, is een moment dat je je kans vergooit om uit huis te gaan. Dit is iets waar je te lang mee hebt gewacht en nu eigenlijk permanent Nederland verlaat. Nadat ik eigenlijk al jaren de wereld rondreis, ga ik vanaf volgend jaar permanent ergens zitten. En dat kan in Bali zijn of in Thailand. Daar ben ik zelf nog niet even helemaal over uit. Maar dat ik het ga doen is een feit. En ik ga je daar ook helemaal in meenemen hoe mijn leven daarin is en hoe je dat voor jezelf kan gaan toepassen. Oké, het herstelt ook familierelaties. Wanneer een man wordt in de huishouden, is er een andere vibe. Een struggle voor kracht. Wanneer ik 20 was, reisde ik al heel de wereld rond. En elke keer dat ik terug thuis kwam, viel ik eigenlijk in een soort gat. Dat je weer thuis afhankelijk samen met je ouders aan het eten bent. Ik maakte hierdoor ook bijna de band met mijn ouders helemaal kapot. Omdat ik zat in een baan die ik nog niet wilde. En een studie die ik niks vond. Dit was nog net voordat ik de econ begon en de wereld begon reis te reizen. En ik ben ermee eens dat mannen niet met hun ouders meer hoeven te leven na hun 18e levensjaar. Daarom ga ik ook weg uit Nederland. Nou, ik ben nu in Bali voor 2 maanden. En zoals je ziet, staat Thailand eventueel op de planning in 2024. Mocht het niet Thailand zijn, dan zit ik hier in Bali. Ik zit hier nu 2 weken. Het is de eerste keer voor mij echt Azië. Op Turkije en Rusland na. Al is dat niet echt Azië. Dus ja, Azië vind ik wel de plek voor jonge mannen momenteel om te zijn. En ja, ik ga het hier allemaal beleven en kijken hoe dat voor mij is. En jullie ook meenemen in mijn leven hier. En hoe jij misschien ook hetzelfde kan doen als dat iets is wat je graag zou willen doen ten opzichte van het wonen in het Westen. Een paar voordelen van hier wonen: de kwaliteit van leven is super hoog. De zon schijnt. Met scooter rondrijden, dat vind ik persoonlijk een hele plus ten opzichte van de auto. Persoonlijke keuze. Meer netwerkmogelijkheden. Je zit alleen maar online ondernemers en die heb je in Nederland. In je dorp waarschijnlijk een stuk minder die je tegenkomt. Je hebt een zwembad hier, je hebt villa's, je hebt eigenlijk alles wat je kan doen. En er zijn heel veel mogelijkheden en de kosten zijn heel laag. Dat is ook een van de redenen waarom ik eerlijk gezegd hier ga zitten. Ik verdien supergoed, ik verdien 10.000 euro plus per maand. Alleen ik kies er nog steeds voor om ja, mijn kosten zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk te kunnen investeren in mijn business of bijvoorbeeld in assets zoals crypto, aandelen en vastgoed in dit geval. Oké. Nou, je kan kiezen met wie je omringt, je ouders of familie. Maakt niet uit hoe goed de intenties zijn. Je ouders willen je altijd veilig houden. Ze zullen je mindset veranderen en je op ideeën brengen om dingen misschien wel te gaan doen en andere dingen misschien niet te gaan doen. Je moet uitvogelen wat jij uiteindelijk wil in het leven. Dus ik raad je aan om deze video nu op pauze te zetten. Stop nu deze video, ik meen het echt. En ga gewoon 1 uur lang zonder telefoon zitten. Dus als je nu op telefoon of op laptop kijkt, stop deze video. Ik ga 1 uur lang gewoon naar het plafond, net als bij mij hier zitten kijken. Pak pen en papier en denk na van hé, wat wil ik in het leven? Heel belangrijk dat je dit echt gaat doen. Wat is nou 1 uur in je hele leven? Als je dat niet eens kan, dan waarom kijk je überhaupt deze video? Leven alleen of in een competitief huishouden? Nou, ik heb ervoor gekozen in een competitief huishouden te wonen. Dat doe ik eigenlijk de afgelopen jaren al als ik de wereld rondreis. Zit ik altijd met andere ondernemers die mij pushen het meest uit mezelf te halen. Zowel fysiek als mentaal als business. En dat doe ik eigenlijk met andere gelijkgestemde mannen. Ik reis nooit met vrouwen, alleen maar met mannelijke ondernemers. En afzondering maakt tijd om na te denken en jezelf om te ontwikkelen. Ik heb ook meerdere keren alleen rondgereisd. En dan heb je veel meer tijd om na te denken en jezelf te ontwikkelen op de gebieden waarin jij wilt in het leven. Nou, mannelijke huishoudens met andere high achievers pushen je verder in het leven. Ik zit hier nu ook met vier andere mensen in deze villa. Allemaal Nederlandse gasten. Allemaal Nederlandse e-com ondernemers. En daarin push je dus. Nou, wat je niet moet doen is dus met een vriendin gaan samenwonen of met luie vrienden. Hier ontmoet je op Bali ook superveel vrouwen die jou super aantrekkelijk vinden. Alleen het is de key om bijvoorbeeld niet te lang tijd te spenderen met diegene. Of met luie vrienden die dus niet het leven hebben wat jij graag wilt. Dus dat is iets wat ik ook heb meegemaakt. En eigenlijk ervoor bewust te kiezen om ja, een vriendin of vrouwen in ieder geval maximaal 2 keer per week te kunnen zien. Om echt te kunnen focussen op mijn business. En dit doe ik nu in een stadium waarin ik dus
10.000 plus per maand verdien. En ik deed het eigenlijk nooit als ik geen geld verdiende. Tuurlijk zag ik af en toe vrouwen, maar dat was echt op een veel lager pitje dan nu. Ik kan het mezelf nu veel makkelijker veroorloven om even wat meer tijd vrij te nemen en met een vrouw in dat geval tijd door te brengen. Vrijheid. Wanneer je je eigen plek hebt, word je uiteindelijk vrij. Je kan alles doen en de wereld is jouw speelveld. Je kan overal zijn. Je kan een business bouwen vanuit je slaapkamer waar ik nu zit in Bali. Ik werk in de woonkamer, maar voor de calls doe ik in deze slaapkamer. En wees thuis op welke tijd je maar wilt. Je hoeft niet rekening te houden met is die thuis. Je kan echt je eigen gang gaan. Neem iedereen mee die je naar huis wilt. Je kan makkelijk vrouwen meenemen of vrienden om te gaan chillen. Bijvoorbeeld dus, ja, je kan eigenlijk alles bepalen in dat leven wat jij daarin wilt. Dit was hem alweer voor vandaag. Ik hoop dat je dit een super interessante video vond. Super veel waarde aan hebt gehad. En dan check je weer terug in een volgende video. Ciao, ciao.